Ik ga starten met mezelf heel kort voor te stellen. Dus welkom allemaal hier bij de webinar Online Leren. Ik ben Katrien en ik werk voor Toonnet, Technologie Ondersteund Levenslang Leren. En deze webinar is opgezet samen met de collega's van Klassement. En mijn collega's zijn allemaal aanwezig in deze webinar. Tina is er, die de moderatie voor talen doet. Davy is er, Jan is er, Lien is er. Die zijn de drie collega's die werken voor ICT op Klassement. En collega Nicolas is er vanuit Iedereen Telt Mee. Dus zij zullen ook tijdens deze sessie vooral de vragen in de oog houden die nog aan bod komen, die nog niet vooraf ingestuurd zijn, en die proberen te beantwoorden. We gaan ook de video's nu stoppen. Ik denk dat je ons gezien hebt. En dat we op die manier toch wel een beeld kunnen maken wie dat er hier achter de knopjes zit. We werken met Zoom. En heel even kort uitleggen. Onderaan hebben jullie een knop Q&A. We gaan daarvan gebruik maken om vragen te stellen tijdens dit uurtje, anderhalf uurtje, afhankelijk van hoeveel tijd we nodig hebben om alle vragen te beantwoorden. En we prefereren om toch wel die weg te gaan en Q&A te gebruiken en niet de chat, omdat we met een aantal mensen hier samen proberen te beantwoorden. En we kunnen dan ook achteraf, na deze webinar, jullie alle vragen met de beantwoorden toesturen. En dan heb je ook een overzicht van de volledige lijst. Dus werk alsjeblieft via Q&A en niet via de chat, omdat dat zeer moeilijk is om op te volgen wie heeft welke vraag is beantwoord en welke vraag niet. Q&A geeft daar wel een mooi antwoord van. Je ziet alleen je eigen vragen in de eerste instantie, maar als de vragen beantwoord zijn, dan kan je ook alle andere vragen bekijken. Dus ik zou zeggen, laat jullie vooral niet tegenhouden om dat te gebruiken. Eerste vraag die we binnenkregen was van ja, ik heb ze niet in allemaal de volgorde zoals ze binnengekomen zijn. Misschien ook dat even zetten. We hebben een beetje een andere volgorde aangenomen. Maar een van de vragen was, hoe is afstandsonderwijs eigenlijk ontstaan? Ja, in deze tijden is dat plots ontstaan. Maar het bestaat al heel lang. En voor het volwassenonderwijs zelfs al 12 jaar. Maar dan onder de vorm van gecombineerd onderwijs. En een gecombineerd onderwijs is eigenlijk een mix van contact, dus lessen in de scholen, in de centra, en een afstandsmoment. Wij praten meer over online leren. En online leren is het inzetten van ICT, van tools, om vaardigheden te oefenen. En dat kan zowel in de klas als buiten de klas zijn. Nu, in deze situatie is het vooral dus buiten de klas dat het wordt ingezet. En ook enkel en alleen voor herhaling, tenzij dat je lesgeeft in het hoger onderwijs, universiteit of volwassenenonderwijs, dan kan het ook voor nieuwe leerstof. Maar secundair basisonderwijs is de bedoeling om herhaling te geven. Voordelen zijn uiteraard van, ja, leerlingen kunnen plaats en tijd onafhankelijk oefeningen maken, met de leerstof omgaan. Maar let daar wel bij op, zet daar een deadline op. Want als je niet werkt met een deadline, dan komt ofwel alles tegen het einde van het schooljaar, of komt er ook niks. Dus dat is zeker een belangrijke. Ze kunnen wel plaats en tijd onafhankelijk werken, maar zorg toch maar voor een deadline. Ik ga soms een beetje springen van PowerPoint of een presentatie naar websites. Nu, als je meer zaken nodig hebt, dat je zegt van ja, de afstandsonderwijs, wat kan daarin? Hoe pak ik dat aan naar feedback toe, naar zelfregulering toe en zo verder? Daar is een tweetal jaar geleden een onderzoek gebeurd. Een onderzoek dat door de verschillende universiteiten is in Vlaanderen. En dan moet ik hier even zien dat ik mijn scherm juist deel. Voilà. Er is een onderzoek geweest door de universiteiten van KU Leuven, UGent zat daartussen, VUB.
rond online leren en blended leren. Op dat moment was het enkel voor volwassenenonderwijs, maar wat dat daar uitgekomen is zeker ook bruikbaar voor het secundair onderwijs. Minder misschien voor het lager. Maar ik zou u aanraden om eens een kijkje te gaan nemen op alo-obl.academie. Je kan daar een login aanmaken of inloggen met een Google-account. De website ziet er zo uit. En je kan daar bijvoorbeeld kiezen voor, ja, ik wil hier weten hoe ik mijn leerlingen kan begeleiden. Telkens wordt daar ook heel kort door de doctoraatstudenten uitgelegd hoe dat je dat kan doen. Er zit ook tools in hier, hoe dat je dat best aanpakt. Ik ga daar nu allemaal niet doorgaan, want dat zou te tijdrovend zijn. Maar dat is zeker een mooie bundeling van allerlei informatie rond waar komt dat afstandsonder leren vandaan en hoe is dat onderzoek gerelateerd gebeurd. Belangrijk om mee te nemen, nu in deze fase dat we zitten, van ja, we gaan herhalen, is dat iets minder. Maar als je echt gaat naar, ik ga nieuwe leerstof aanbieden, zijn de 7 bouwstenen die door de studenten toen zijn aangereikt, zeer interessant. De 7 bouwstenen zijn authenticiteit, personalisatie, flexibiliteit en cursusgestuurd, scaffolding, interactie, reflectie en calibratie. Nu, nogmaals, ik ga daar niet te ver op ingaan, want dat zou al een webinar zijn, een volledig thema. Maar ga daar zeker eens kijken, daar is materiaal te vinden. Dus dat was al een eerste vraag. En andere, veel voorkomende vragen kunnen we klasseren onder tools. En ik vind dit altijd een sprekend voorbeeld. Dat is een voorbeeld uit Jane Hart, een dokter uit Engeland. Die vraagt elk jaar, deze periode ergens, ik denk dat het nog open staat, van ja, welke tools worden er allemaal gebruikt binnen onderwijs? En ze maakt daar een top 100 van. Dit is die van 2018. Toen had ze dat mooi in een wolk gezet. 19 heeft ze dat niet gedaan. Dus vandaar dat ik eventjes 18 heb genomen. En dan zie je dat daar eigenlijk, dat was mijn volgende dia, heel veel aanbod is. En dat je de bomen door het bos dikwijls niet meer ziet. En ik denk dat dat zeker een tip is dat we kunnen meegeven van begin klein. We zijn 1 week ver nu. Er komt nog wel wat aan of op ons af. Begin niet met allerlei tools en dingen te gaan proberen. Begin zeer klein en kies daar misschien 1 of 2 dingen uit waarmee dat je aan de slag kan of wil gaan. En ga vooral ook kijken wat bestaat er al, waar kan ik op terugvallen, is er al iets dat ik kan hergebruiken, misschien aanvullen en zo verder. Tegenover dat je heel veel tools nu gaat mee experimenteren, omdat je de tijd die ik was ook niet hebt op dit moment. Een andere opmerking die we willen meegeven is, er is heel veel tijdelijk gratis aanbod. Ja, we hebben die ook gebundeld. Maar wees daar ook attent mee dat je zegt van ja, als ik nu iets ga ontwikkelen met dat gratis aanbod en ik wil dat volgend jaar opnieuw gebruiken, want ik heb nu die investering gedaan om dingen te maken. Ja, als die tool dan niet meer gratis is, dat je ook een licentie moet nemen om het opnieuw te kunnen gebruiken of op aan te passen. Dat is ook wel een bedenking die we zeker willen meegeven. Nog een belangrijke in het keuze van tools is van, ja, mag ik het gebruiken? Sinds een paar jaar zijn we allemaal geconfronteerd met de privacywetgeving of de GDPR-wetgeving. En ja, is het ook wel de bedoeling dat je even nadenkt voordat je een keuze maakt. Mag ik die gebruiken zonder enig probleem? En de tools die je mag gebruiken is als er geen account nodig is van de leerlingen. Dan is er geen enkel probleem, dan moet je geen toestemming vragen, mag je die gewoon gaan inzetten. Als er wel een login moet gemaakt worden, dan moet ofwel als het min 18-jarige zijn, de ouders toestemming geven. Meestal is dat dan via het centrum of het schoolreglement dat dat gebeurt. Zijn ze plus 18, moeten ze zelf toestemming geven dat ze die tool wel willen gebruiken. Dus daar moet je ook wel attent voor zijn bij uw keuze. Heel wat vragen die we kregen was van hoe organiseer je dan nu zo'n webinar en wat welke tools zijn er allemaal voor. We hebben hier een heel kort lijstje opgesomd. Sinds vorige week is Smart School live gelanceerd. Dus binnen Smart School kan je ook webinars organiseren. Wij zelf gebruiken Zoom.us, hetgeen waar je nu in zit. En we hebben dat is een betaaltool, dat is geen gratis tool.
We hebben dat specifiek gedaan omwille van de Q&A bijvoorbeeld, die in de meeste gratissen niet zo inzet. Is dat wel alleen een chat, maar niet een question and answer. We zouden hier in Zoom ook polls kunnen gebruiken, meer keuzevragen en zo verder. Dat heb je ook niet in de meeste gratissen. Google Meet is een alternatief voor de mensen die daarbij kunnen gebruik maken van een Google Suite for Education. Die kunnen Google Meet gebruiken. Is ook meestal zenden en schermdelen kan daar ook bij. Microsoft heeft binnen Office 365 Microsoft Teams gelanceerd. Ook daar is het mogelijk om live bijeenkomsten te organiseren. Skype is een mogelijkheid. Whereby is een mogelijkheid, het is ook een gratis tool, waarbij dat je eigenlijk een beetje zoals Google Meet een linkje bezorgt, een kamer maakt. Je zegt bijvoorbeeld, ik geef aan leerlingen derde leerjaarles, dan maak je een kamer derde leerjaar met de naam van je school. Je geeft die link naar de leerlingen toe en je zegt, we gaan woensdag om 10 uur daarin afspreken en je kan contact hebben met de leerlingen. De PowerPoint komt straks naar jullie toe. We hebben hier ook een samenvatting gemaakt van voor al die tools zijn er diverse handleidingen te vinden. Een van de vragen was ook, hoe weet ik dat ik niet te snel ga? In de klas kunnen kinderen aangeven dat ze het niet begrijpen, maar online is dat moeilijker. Officieel mag je enkel en alleen dus herhaling aanbieden, maar in de meeste webinars is er sowieso nog een chatfunctie voorhanden. En kan je daar vragen van, heb je het begrepen? Of als je een vraag hebt, stel het daar. In sommige, zoals bijvoorbeeld hier in Zoom, kan je dus ook werken met een hand opsteken. Van, als je iets niet begrijpt, hand opsteken. En op die manier kan je ook wel de voeling hebben. Er zijn ook nog enkele andere tips die dat we kunnen meegeven. Bij het organiseren van zo'n live bijeenkomsten. Dus een van die zaken is ook van, ja, als je niet aan het woord bent, zet dan je microfoon uit. Nu in Zoom hebben wij het achterliggend ingesteld dat jullie microfoons allemaal uitstaan. Maar je kan dus perfect ook, als het andere toepassingen zijn, zeggen van, kijk, wie niet praat, mute zichzelf. En enkel die iets wil zeggen, gaat daar unmuten en aan het woord zijn. Videocamera, we hebben hem helemaal in het begin eventjes opgezet. Het is een beetje ook afhankelijk van wat dat je met die live bijeenkomst wil doen. Als dat een noodzaak is dat iedereen de video's opzet, is dat prima. Maar in de meeste programma's kan je ook achterliggend instellen wie dat video mag gebruiken en wie niet. Gebruik van de chat of de Q&A. Dat is een van de mogelijkheden. Schermdelen, wanneer wel, wanneer niet, dat je dat ook afspreekt. En de meeste toepassingen maken ook gebruik van, of hebben ook de optie om de sessies op te nemen, zodat leerlingen die er niet kunnen bij aanwezig zijn, dit kunnen bekijken nadien. Ofwel, wat er ook heel veel gebeurt, en dat is onze ervaring ook, heel veel mensen die het toch live hebben bijgewoond, willen nog eens terugbekijken. Ja. Vanuit Toonuit geven wij al jaren maandelijks een webinar. En wij weten dat die webinars enorm veel achteraf bekeken en herbekeken worden. Dus dat is ook zeker een tip om mee te nemen. De meesten nemen dat ook op in MP4, dus dat is ook een toegankelijk formaat om naar leerlingen beschikbaar te stellen. Ik zag het daar net al in de Q&A verschijnen, dat iemand zei van, ik mis daar een tool in. Ja, inderdaad, Praatbox stond er niet tussen. Omdat het een tijdelijk initiatief is nu in coronatijden, dat uitgebracht is door mensen hier in Vlaanderen. Je hebt geen account nodig. Je maakt een eenmalige ook weer kamer of ruimte aan met een vaste link. En je spreekt dus af met de mensen met wie dat je wil videobellen. Ga naar die link, ze klikken erop en het programma gaat open. Werkt zeer goed. We hebben het met de collega's uitgeprobeerd. Ik heb het ook al privé getest en het werkt uitstekend. En het is gebaseerd op een open source webinar software, Jitsi Meet. Dus ook dat is een andere toepassing die je kan inzetten voor live bijeenkomsten. Ik zie jouw vraag. Is het niet zo dat Zoom gratis kunt gebruiken als webinar zonder minder dan 45 minuten?
Op dit moment is die barrière weg omwille van de coronatijden. Is Zoom onbeperkt gratis. Maar ja, binnen afzienbare tijd zal dat waarschijnlijk terug een slotje krijgen van 40 minuten. Waarbij dat je kan 40 minuten een webinar of een live sessie plannen. Let wel op dat de gewone Zoom niet de functionaliteiten heeft van Q&A, van polls en annotate. Dat hebben zij niet. Dat is een aparte software dat erbij komend moet aangekocht worden als je die opties wilt. Je is dus niet in de gratis versie van 40 minuten. Een andere vraag die binnengekomen was, was mijn leerlingen van 8 jaar zijn allemaal doof en ze kunnen nog niet vlot lezen en schrijven. En wij zoeken een manier, een platform, om met hen toch in contact te komen de volgende dagen. En niet direct naar WhatsApp of Facebook te gaan, ze willen iets anders gaan gebruiken. Want dan kan ik jullie adviseren het platform van onze collega's Tony en Nancy van Why Not. Dat is een gratis platform voor toegankelijk internet voor iedereen. En je start daarmee als leerkracht met een account te maken. En op het moment dat je die account hebt, kan je daar gebruikersgroepen of leerlingen aan toevoegen. En dan kunnen zij berichtjes sturen met tekst, maar ook een chat organiseren. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook met pictogrammen gaan werken als het textueel moeilijk is en zo verder. Dus dat is zeker een optie om eens te verkennen voor de mensen met beperkingen. Een andere vraag die daarbij aansluit was van ik ben te werk gesteld in een buitengewoon onderwijs met meervoudige beperkingen en ik wil ook daar contact maken met ouders, met leerlingen. Er zijn ook verschillende mogelijkheden. We hebben er juist al gehad, Google Hangout of Hangout Meets is te gebruiken als je binnen de school een mogelijkheid hebt om de G Suite for Education toe te voegen. Loom is een mogelijkheid, maar die is tijdelijk nu ook gratis. Screencast-O-Matic, kom ik zo dadelijk op terug, is om je scherm op te nemen en open open broadcast software ook om eigenlijk video's te maken vanaf je scherm. Onze moderator Nicolaas had ook nog een tip. Het mailadres van de school te gebruiken om te mailen met ouders en vooral grotere bestanden via WhatsApp. En zelf als leerkracht een verzendlijst te maken, zodat ze wel het nummer van de leerkracht hebben, maar niet van de ouders onderling, zou ook een optie kunnen zijn voor als die communicatie te laten verlopen, als je niet over de juiste mogelijkheden zit. Een andere vraag die binnenkwam was van, ik maak de PowerPoints en ik nam daar via diavoorstelling bijkomende opname, maar die worden heel zwaar. Dat klopt, dan wordt dat vrij omslachtig om dat tot bij leerlingen te krijgen. Dat kan dus wel via een WeTransfer, bijvoorbeeld WeTransfer.com is een website waarbij je eigenlijk je document uploadt en je gaat dan de mailadressen doorgeven en dan kunnen zij het gaan downloaden. Maar een andere optie zou zijn dat je gebruik maakt van software, screencast software, zowel Screencast-O-Matic, zoals die Open Broadcaster, waarbij je je scherm opmaakt, opneemt en waarbij je dan op dat moment gaat inspreken en niet in PowerPoint rechtstreeks. Ik heb hem al even eruit gehaald, die Screencast-O-Matic. We hebben heel veel tools om je scherm op te nemen. We hebben er eentje uitgehaald, omdat we merken dat die iets meer visueel geeft in die zin als je het gebruikt om een tool uit te leggen. Bijvoorbeeld als je zegt van ik wil naar mijn leerlingen een videootje gaan maken om te zeggen hoe dat ze een tekst vet of cursief gaan maken. Dan kan je, Screencast-O-Matic gaat dan ook telkens als je ergens klikt ook een gele markering geven, dus visueel weergeven, er is hier geklikt op een schermpje. Je hebt voor het maken van zo'n screencast geen account nodig. Je kan dat wel doen, maar het is niet nodig. En je kan maximum 15 minuten opnemen. Nu, 15 minuten is zeer lang. Een filmpje voor leerlingen beperkt je tot maximum 7, 8 minuten. Screencast-O-Matic, die gratis versie, waar wij trouwens ook zelf mee werken, geeft wel links onderaan een kort een watermerk dat het dus wel zichtbaar is dat het daarmee opgenomen is. Maar er zijn heel veel andere tools. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Screencastify. Dat is ook een tool waarbij een
een klein stukje software in de Google Chrome browser wordt geïnstalleerd, waar je ook schermopnames mee kan maken en ook achteraf nog een beetje kan bewerken. Een andere tool is bijvoorbeeld ook dat we gebruikt wordt, is Padlet. Padlet is een tool, een soort van online prikbord, waarmee dat je teksten, documenten, fotootjes, videootjes, links allemaal kan plaatsen als leerkracht. Leerlingen hebben één link nodig naar jouw prikbord en zij kunnen daar alle informatie vinden. Dus zij hebben zelf geen account nodig, ja, als leerkracht wel. En je kan zo als leerkracht eentje aanmaken, je kan 3 borden op 1 account gratis gebruiken. Ja. Padlet is een voorbeeldje, maar we hebben ook de vraag gekregen van ja, we hebben geen leeromgeving, hoe kan ik dan toch naar mijn leerlingen materiaal bezorgen? We hebben geen smart school, we hebben geen Google. Dus op die manier informatie doorsturen naar leerlingen is moeilijk. Een andere mogelijkheid is dat je gebruik maakt van Symbalo. Een Symbalo is eigenlijk ook een soort van prikbord, waarbij dat je achter elk blokje, want het bestaat uit verschillende vierkante blokjes, een linkje stopt. En dat linkje kan gaan naar een website, maar kan ook gaan naar een video, kan ook gaan naar een documentje of een oefening of wat dan ook. En de Nederlandstalige tegenhanger daarvan is URLs, urls.net. Ook dat is dat je, net zoals Symbalo, net zoals Padlet, je stuurt 1 keer een link en je plaatst je materiaal daar op die link. En alleen mensen met die link kunnen toegang krijgen tot jouw materiaal dat je met hen wenst te delen. Vooral dus om materiaal, niet om communicatie. Dat zit hier niet direct in. Ook een vraag die binnenkwam was in verband met Google Classroom. Ik heb een klas voor mijn leerlingen gemaakt, maar het lukt niet om daar mijn leerlingen effectief in te krijgen. Dus de collega's hebben een Gmail-adres van de school en de ene kan erin, de andere niet. Maar leerlingen moeten die ook zo'n adres krijgen. Nu, leerlingen... In standaard staat ingesteld in Google Suite for Education, dus het pakket dat de school heeft, dat enkel mensen met het mailadres van de school toegang kunnen krijgen. Maar de beheerder van de G Suite Education, meestal is dat de ICT-coördinator, die gaat dat kunnen openzetten dat ook anderen zonder het mailadres van de school toegang kunnen krijgen. Uiteraard, naar privacy, naar inrichting, is het beter om in mailadres van de school te werken. Maar de uitzonderlijke situatie van dit moment kan het ook voorlopig met andere adressen. Dus het is een mogelijkheid om te doen. We hebben daar ook een aantal linken ingezet, hoe je dat kan aanpassen. Een heel andere vraag. Iemand die op zoek is naar werkplaatjes breuken voor het vierde leerjaar met correctiesleutel. Er bestaat al een heel deel van materialen. En we gaan het er eventjes bij halen. Dus er zijn voor breuken alleen al 20 materialen op klassement te vinden met correctiesleutels. Dus dat is één zaak die al kan gebruikt worden. Een andere is bijvoorbeeld dat je gebruik maakt, dan ga ik er heel eventjes naartoe, van de tool quizzes.com. Quizzes is een tool, ja, ik ben nu nog ingelogd, dus quizzes.com is een tool die kan je vergelijken met Kahoot, wat dat de meeste mensen misschien al wel eens ooit gespeeld hebben. Maar Kahoot is vooral dat je dat klassikaal en om het tegen elkaar en met dat voor sommige irritante muziekje. Quizlet heeft ongeveer dezelfde mogelijkheden, maar je gaat er veel meer Nederlandstalig materiaal op vinden. En je ziet hier bijvoorbeeld staan, rekenen. Je kan ook filteren op bepaalde vakken. Dus wiskunde zit ertussen, Engels zit ertussen, verschillende talen zit ertussen, voor wetenschappen, voor muziek, voor kunst, voor gezondheid. Er zit heel wat in. En je ziet bijvoorbeeld hier al het coronavirus is er al op actief. Als je zoiets vindt en je zegt van oké, de vraag was nu breuken. Ik ga eens klikken hier achteraan op bekijk meer. Dan krijg ik alles van wat er voor wiskunde zit en ik zie er al eerst al breuken staan.
ik kan op dat oefeningetje klikken. Dan zie ik dat de oefening 564 keer is afgespeeld. Ik kan hier ook de vragen zien. Het gaat over 10 vragen. Ik kan de antwoord erbij aanduiden. Dus ik kan heel die vragenlijst net zoals een Kahoot gaan bekijken. Ik kan hem live gaan spelen, nu iets minder in deze tijden. Of ik kan assign HW, is eigenlijk assign als een soort ja, huiswerkachtig iets, waarbij ik kan aangeven tot wanneer leerlingen het mogen gebruiken. En ik kan ook hier instellen, het is niet toegewezen aan klassen, maar ik kan aan de linkerkant een klas aanmaken, mijn leerlingen uitnodigen en daar ook mee aan de slag gaan. Ondertussen zag ik in de Q&A, is het enkel voor lager onderwijs? Ik denk dat je voor elk onderwijsniveau hier ook dingen in terugvindt. Of dingen kunt inmaken. Hè. Nu, je ziet, je vindt voor het Nederlandstalig onderwijs al heel wat terug. Wat je ook kan doen, is zeggen van, ik vind dit iets goed. Ik vind deze oefening prima. Ik ga heel eventjes een stapje terug. Hè. Ik vind deze oefening prima. Ik ga ze bewerken en dan maak quizzes een apart oefening. Je maakt eigenlijk een kopie van breuken voor mij. Ik zal het misschien eventjes snel doen. Dus je maakt een duplicaat en dan krijg ik de quiz die ooit gemaakt is door iemand anders, daar een kopie van en kan ik zelf vragen gaan toevoegen, gaan verwijderen en zo verder. Angelique vraagt, is quizzes gratis? Quizzes is inderdaad gratis. Net zoals Kahoot is quizzes ook, zit in dezelfde familie van soorten tools. Maar we merken dat het dikwijls iets minder gekend is, dat men heel dikwijls grijpt naar een Kahoot. Waar dat veel materiaal op te vinden is, maar minder naar het Nederlandstalige onderwijs. Dus op die manier is dit ook een zeer leuke tool om snel zelf iets te maken. Ja. Oké, dan gaan we terug richting de vragen. Dus quizzes, ik heb het hier ook gezet. Hè. Dus leraar heeft een account nodig. Leerlingen kunnen anoniem inloggen of kunnen via een klas inloggen. Ook hier de link naar meer informatie. Een andere vraag was van hoe kan je niet geanalfabetiseerde cursisten laag gescholden met een laag lees- en schrijfniveau op afstand ondersteunen? Dan hebben we daar de lat hoog voor talen. Ik heb er nog geen linkje hierop gezet, maar we gaan er straks op terugkomen. Er is daar ook voor een gratis aanbod van Wablieft. Er zijn een aantal luisterboeken die gratis zijn, de Wablieft krant. En ook oefen.be kom ik zo dadelijk ook op terug. Intussen zie ik ook in de Q&A is Mentimeter inzetbaar. Mentimeter is een tool waarbij dat je bevragingen kunt doen, stellingen naar voren kunt schuiven, maar is anoniem. Dus je weet niet wie wat heeft geantwoord. Dus als de doelstelling is dat je dat niet hoeft te weten, kan je Mentimeter perfect inzetten, maar je weet nooit het resultaat. Je ziet alleen hoeveel mensen hebben dit nu ingevuld. Hoeveel mensen hebben een keuze gemaakt. En dan kan je in allerlei manieren laten presenteren, van woordenwolken tot staafdiagrammen, maar je hebt niet echt een zicht van wie zit daarachter, achter die antwoorden. Nog een mooie voor talen en zeker ook voor laaggeschoolden is het tool Flipgrid. Is gratis en is eigenlijk ook een beetje afgeschermd platform, waarbij dat je leerlingen video's kunnen laten maken van maximum 5 minuten. En die worden dan gedeeld met hun klasgenoten. Dus op die manier heb je eigenlijk een soort van wall, met allemaal korte video's waarin je bijvoorbeeld kunt vragen elke week aan de leerlingen van vertel eens kort wat je hebt gedaan vandaag of waar ben je mee bezig geweest, welke oefeningen waren moeilijk of dergelijke meer. Dus enkel ook alleen waar de klas ziet aan de video's, maar op die manier kan je ook contact hebben met de cursisten of de leerlingen. Op welke manier kan ik les- en leerdoelen bij activiteit bij jou evalueren? Ja, eigenlijk is dat op dit moment voor secundair en lager onderwijs niet de bedoeling, want de lessen zijn effectief opgeschort. Dus enkel herhaling, dat kan. Maar we hebben daar ook heel wat materiaal rond. Ik heb het gelinkt hierin. Daar zijn, ik zag het ook net in de Q&A passeren, Google formulieren kan je daarvoor gebruiken om bevragingen te doen, om een soort van toets te doen. Ook al is dat niet de bedoeling in dit of in deze tijd.
Mirjam vroeg ook nog net, hoe kan je quizoefeningen naar leerlingen sturen? E-mailadres nodig of kan je het ook via WhatsApp? Het kan perfect ook via WhatsApp, het kan via mail. Je kan het ook achter zo'n Simbaloo of URL steken. Het is allemaal beschikbaar via een link. Dus eender welk communicatiemiddel je gebruikt, kan je naar quizzes toe verwijzen. Als je zelf materiaal wil gaan maken, is ook H5P een optie. H5P is het tegenhanger of opvolger van Hot Potatoes, wat ook heel wat mensen onder jullie vermoedelijk zullen kennen. En H5P geeft mogelijkheden naar inboeloefeningen, naar sleepoefeningen, naar interactieve oefeningen, slepen, matching pair. Je hebt twee foto's en ze moeten aan de juiste foto bij de juiste foto slepen en zo verder. Is van oorsprong een Noorse tool, maar is ook gratis via Toolnet met een account van Klassement waarmee je aan de slag kan om oefeningen te maken. Afhankelijk van de leeromgeving is het dat je resultaten kan zien of niet kan zien. Dus dat hangt er een beetje vanaf van welke leeromgeving dat je gebruikt. Een zeer mooie toepassing van H5P is interactieve video, waarbij je gebruik maakt van een video, YouTube, Vimeo, eigen videomateriaal. En op bepaalde momenten laat je die video stoppen en er komt een oefening tevoorschijn. Dat kan een sleepoefening zijn, dat kan een typeoefening zijn, dat kan een fotooefening zijn. Dat kan heel wat vormen aannemen. Hebben de leerlingen het juist geantwoord? Mogen ze verder kijken? Hebben ze het niet juist? Moeten ze bijvoorbeeld terugkijken? Dat zijn instellingen die mogelijk zijn. Maar op die manier gaan leerlingen ook de video uitkijken. Want het is zeer dikwijls dat je leerlingen video's geeft, maar de hamvraag is dan, wie heeft die uitgekeken? En dan hoor ik zo verhalen van, ja, als ik dat geef in een normale omstandigheid als flip in de classroom, dan zet ik op het einde, breng een groene stift mee naar de volgende les, of doe er twee verschillende kousen aan. Dat is zeer leuk, maar leerlingen zeggen dat ook door. Dus dan heb je eigenlijk ook geen idee, wie heeft dat nu effectief uitgekeken? Want je hebt misschien de helft van je leerlingen die een groene pen of twee verschillende kousen aan hebben. Maar dat is heel snel ook gezegd van ja, die opdracht, we moeten dat doen. Hè. Tegenover, als je het in het filmpje kunt inverwerken, heb je toch wel meer mogelijkheden. Brigitte vraagt ook, H5P een flip in de classroom, mag ook een filmpje? Inderdaad, is perfect mogelijk voor een flip in de classroom te gebruiken. Ook een tool, maar een iets steilere leercurve. En er waren ook wat vragen rond deze tool, rond Xerte. Ik heb die mensen ook apart even al gemaild met de feedback van we gaan dat apart oplossen, want dat neemt iets te veel tijd in. Maar ik wou hem toch even toelichten. Xerte is een tool van de Universiteit van Nottingham, die dat we al een 12-tal jaar ondertussen in Vlaanderen gratis ter beschikking stellen, ook via Toolnet met account van Klassement, waarbij dat je een zelfstandig door te nemen inhoud maakt. En dat bedoel ik met een leerpad, en dat is dikwijls een heel moeilijke naam, maar eigenlijk is dat een opeenvolging van teksten, afbeeldingen, sleepoefeningen, video, allerlei interactieve materialen, maar waarmee leerlingen 20 minuten, 30 minuten, een uur zelfstandig aan de slag gaan. Ja. Zoals gezegd, de leercurve is iets steiler, omdat het heel veel mogelijkheden heeft. We hebben daar heel hard ook aan gewerkt, waardoor dat je schablonen hebt, bijvoorbeeld ook voor flip in de classroom, die in te vullen zijn. Bijvoorbeeld ook voor het testen van voorkennis, niet in deze tijden, maar in andere context gebruikt kan worden en zo verder. En omdat er een aantal vragen zijn, heb ik hem hier tussen gezet. Maar heb ik ook het linkje erbij geplaatst naar een map op Klassement waar wij alle handleidingen en waar je Xerte kan leren met Xerte. Dus daar bedoel ik mee. We hebben leerinhouden gemaakt met het programma, zodat je ook zelf ziet wat de mogelijkheden zijn en hoe dat je dat visueel en met veel variatie kan aanbieden. Een andere vraag was van, wij hebben kleuters van 5 jaar, we willen die ook bewegingspelletjes geven. Er zijn heel veel materialen beschikbaar. Ik heb ze hier dankzij collega Peter opgesomd. Dus ga zeker, als je de PowerPoint hebt, eens kijken. Collega Lien had ook de tip van,
Ja, zo is een mini-disco. En Nicolas zei van een fitometer verzinnen met uw kleuters. En ja, doe het samen met hen en laat hen mee inkleuren. Het is plezier gegarandeerd, denk ik. Als ik deze tip binnenkreeg, dacht ik direct van kleuters zullen dit wel zeer leuk vinden. Misschien ook nog heel eventjes onder de aandacht brengen dat er ook een speciale website is voor het kleuteronderwijs binnen Klassement. Dus klassement.net/kleuter. Dus die is speciaal ontwikkeld voor alle kleuterjuffen en meesters. Je kan daar hetzelfde aanmelden als met de gewone Klassement-account. En daar is voorgesorteerd, maar dan kan de collega's voor elk domein, en dan zie je bijvoorbeeld kleutertips, de boogie-boogie-beweegdag en zo verder. Ik ga er niet te veel op in, maar daar ga je zeker ook inspiratie vinden voor de komende tijd. Andere nuttige links. We hebben binnen Klassement een volledig dossier opgemaakt en dat ook nog eens opgesplitst in elk onderwijsniveau. Dus activiteiten voor kleuters, zoals net gezegd, voor lager, voor secundair, voor volwassenenonderwijs, muziek, beeldenkunst, podiumkunsten. Daar kan je zeker heel veel informatie terugvinden rond het online leren of wat de mogelijkheden zijn. De collega's doen heel fel hun best om die nog te vullen. Dus er komt elke dag nog heel veel materiaal bij. Dus dat is zeker niet dat dat het enige is. Elke dag ga je daar nieuwe materialen op terugvinden. Maar belangrijk is toch wel eventjes om ook de werkwijzen misschien uit te leggen. En dan ga ik hier eventjes mijn scherm terug. Ja, voilà. Mij aanmelden. Of je nu hier werkt of op de kleuterwebsite of op een andere, ik ga straks ook de andere toelichten. Heel veel mensen gaan direct zoeken hier in de zoekwerkbalk. Dat is natuurlijk heel goed. Maar we hebben een volledig dossier en je ziet dat dat hier al mooi staat. Hè. Sinds kort hebben we ook Vragen Staat Vrij, een forum waar je al je vragen mag op posten. En de moderatoren gaan daar zeker ook een bijdrage in leveren om daar een antwoord op te formuleren. Als je dan bijvoorbeeld hier op het onderwijsniveau klikt, ik ga bijvoorbeeld kiezen hier eenvoudige tools om online oefeningen te maken, dan ga je daar een oplijsting krijgen van allerlei oefeningen. Zeg je nu van, oké, dit is een leuke bijdrage die hier staat. Ik heb die verder bekeken en ik wil die misschien niet nu, maar ik wil die binnen 2 weken opnieuw gaan gebruiken. Ja, dan kan je binnen 2 weken opnieuw gaan zoeken, maar handiger is dat je er een favoriet van maakt. En een favoriet, hier staat maak favoriet, maar als je op het eerste scherm zit, kan je dat ook al direct zien aan de hartjes. Dus als je een hartje aanklikt, ik heb nu vele mappen hier al staan. Je kan zelf een map maken en zeggen van oké, ik maak een map. Ik maak die map alleen voor mij. Dus ik kan die zelf alleen maar terugvinden. Ik kan die map delen met personen en ik bezorg de personen de link. Of ik kan ze voor iedereen openzetten. Ik klik op bewaar. Mijn hartje is gekleurd, betekent is toegevoegd aan mijn map. Binnen 2 weken wil ik die bijdrage terugvinden. Dan kan ik binnen mijn profiel naar favorieten gaan. Dan heb ik mijn favoriete leermiddelen, maar ik heb ook mijn mappen. En als ik dan hierop terugklik, voilà, dan staat mijn oefen.be er netjes in. Ik kan die map nog een omschrijving geven en ik kan ook daar nog aanpassingen in doen, een fotootje bijplaatsen en zo verder. Nu zijn we beland bij oefen.be. Oefen.be is ook een initiatief van Klassement, waar leerlingen, en dan gaan we heel eventjes een apart tabbladje open doen. Dus je kan er als leerkracht naartoe, je kan er als leerling naartoe. Stel, ik geef les in het lager onderwijs, ik geef les in het 3e leerjaar, dan krijg ik allerlei oefeningen te zien. Ik kan hier nog een opsomming maken van alleen voor wiskunde bijvoorbeeld. En ik kan deze oefening eruit halen. En dan merk je dat die oefening direct open gaat.
En dan kan ik alleen spelen of met vrienden spelen. Dit is gemaakt in learning apps, zo'n paard oefeningetje. Dus op die manier kan je ook materialen, die zijn niet, mensen moeten niet inloggen, kunnen er direct mee aan de slag gaan. Als je iets vindt op klassement, een interactieve oefening, en je onthoudt het nummertje van de oefening, en dat vind je hier bovenaan, dan kan je op dat nummertje ze ook terugvinden bij oefen.be en op die manier bezorgen aan leerlingen. Dat is ook een heel eenvoudige manier om materiaal bij je leerlingen te krijgen. Als je een map gevonden hebt, hè, bijvoorbeeld ik weet nu dat er een map gemaakt is door Toonet over, en dat was er juist ook een vraag, hè, over Xerte is er een map gemaakt door Toonet, dan kan ik op twee manieren doen. Ofwel ga ik zoeken op Toonet, op organisatie, en dan ga je heel veel dingen terugvinden. Als ik er doorloop, dan zie je heel veel zaken terugkomen. Dat is één manier. Ik kan ook de map gaan zoeken die Toonet gemaakt heeft. En op die manier kan ik ook, als ik in een map zit, kan ik ook die map gaan volgen en weet ik als er nieuwe materialen bijkomen, dat ik verwittigd word door een meldingsje. Er is een nieuw materiaal toegevoegd. Dus vanuit klassement doen we dat zelf heel veel op die manier dat je toch wel op de hoogte bent als er nieuwe zaken toegevoegd worden. Wat ook een handige is, en ik heb er juist al vernoemd de kleuterwebsite, ik heb al vernoemd de Laat Hoog Vertalen. Van het moment dat je naar deelsites gaat, en dan ga ik ook, Brigitte, op jouw vraag direct antwoorden van hoe zie je de map Toonet. Deelsites. Klassement is een grote benaming, maar er zitten heel veel dingen onder. De Laat Hoog Vertalen is voorgeselecteerd materiaal, specifiek voor talen. Wij denken aan collega Tina, die dat ter harte neemt. Dus van het moment dat je daarop klikt, krijg je alle materiaal die ook op klassement staan, maar mooi gefilterd op NT2, NT1, voor lager onderwijs, voor basiseducatie en zo verder. Ik ga er nu niet te diep op ingaan, maar ga zeker eens kijken. Dus dit staat ook allemaal op klassement, maar ga je moeten zelf filteren. Hier is het voor u gebeurd. Naast de Laat Hoog Vertalen hebben we voor de ICT-coördinatoren pedagogische ondersteuning ICT op klassement, waar je een deel vindt rond technische zaken en een deel vindt rond pedagogische zaken. Hetzelfde voor Iedereen Telt Mee. Nicolas, zijn kindje, laat maar zeggen, rond het speciale onderwijsbehoefte. Een subsite voor STEM met Ludo en Jamila die daarvoor zorgen en Peter voor de kleuterklas. Je ziet hier ook Why Not, er is straks ook aan bod gekomen. Tony en Nancy verzorgen dat. En Toonet, en als je op Toonet klikt, dan kom je op de subsite van Toonet. En via de leermiddelen vind je al onze leermiddelen terug die via Toonet zijn beschikbaar gesteld. Ja? Dus dat kan op die manier terug te vinden zijn. Dus ik had ze ook al opgesomd in onze pagina's. De vraag was ook nog meldingen krijgen via klassement over bepaalde thema's. Ja, als je op een themapagina zit, misschien heel eventjes, maar ik denk dat ik dat zelf niet kan laten zien omwille van dat ik beheerder ben. Ja, dan komt er volgen, maar wij kunnen, omwille van beheerder kunnen we dat niet laten zien. Dus dan komt het er hierbij volg. En er gaat, als de programmeurs klaar zijn, een iets grotere melding, belletje bijstaan, zodat je het merkt van, ik kan, dit is een map waar leermiddelen aan toegevoegd worden. Dus, maar omwille van beheer, dat wij beheerrechten hebben, zie je dat bij ons niet. Tenzij dat collega's een oplossing hebben om dit toch te laten tonen. Maar ik denk het niet. Ja. Wil je jezelf professionaliseren? Er zijn ook een 70-tal modules rond alle pedagogische zaken, minder rond tools.
samengebundeld op het trefwoord Future Teacher 3.0. Is een samenwerking tussen Toonet vanuit Vlaanderen, wij coördineren dat, met Want to Change D-Learning uit Nederland, Nordnet Schoolen uit Noorwegen en Learning Apps uit Engeland. Maar uiteraard, het materiaal is Nederlandstalig. We hebben het in 3 talen gemaakt. Maar hier vind je materialen en je ziet de onderwerpen hier mooi staan. Online leren wat werkt, ook naar als je leerobjecten maakt en hoe ga je activerend om, hoe zet je leerlingen aan het werk of ga je hen passief een tekst laten lezen, wat is de beste manier rond het ontwikkelen of ontwerpen van design online leren, rond de kwaliteit, zitten daar mijn leermiddelen in, rond flipping the classroom, hoe pak je dat aan, welke tools zijn ervoor, maar ook de pedagogische insteek daarvan. Rond feedback krijgen van studenten. Er straks is heel eventjes die Mentimeter aan bod gekomen. Maar dat zijn zaken die hier ook een plaats krijgen. Hier zit ook rond ondersteunen van lezen en schrijven materialen rond inclusief leren. Je ziet ze er allemaal opgesomd staan. Gemiddeld is, als je alles wil doornemen, moet je rekenen. Als je klikt op online leren wat werkt. Als je zo 1 moduletje wilt doornemen, moet je rekenen op 2 uur. Ja. Maar materialen zijn beschikbaar, worden ook up-to-date gehouden. Dat zijn zaken die zeker ook naar de toekomst toe voor jullie interessant kunnen zijn. Ja. Ik ben ondertussen ook eens aan het kijken in de Q&A. Ja, Renéad vraagt, ik ben pas aangemeld, hoe kan ik de PowerPoint krijgen? Die komt straks allemaal in jullie richting uit. Dus je krijgt de PowerPoint sowieso nagestuurd. Ook de Q&A krijg je nagestuurd met alle antwoorden, ook als ze nu nog niet allemaal beantwoord zijn. We gaan dat doen, dus zijn er vragen, zet ze daar gerust in. Wij beantwoorden alles en dat komt jullie richting uit. De sessie is ook opgenomen, dus we gaan die ook beschikbaar stellen. Maar dat zal iets later zijn dat die beschikbaar komt. Dus als je vragen hebt, mag je gerust die in de Q&A nu nog stellen. Ook als je vragen al ingestuurd had en je hebt toch nog geen volledig antwoord gekregen, zet het gerust nog eens even in de Q&A. We hebben het geprobeerd om op voorhand zoveel mogelijk te stroomlijnen. Jan zegt, ik ben logopedist. Zijn er tools voor persoonlijk beeldwoordenboek te maken, op te bouwen met ouders en kind? Katrien, ik denk dat PictoSelector daarvoor een goede tool is. Ja, inderdaad, Lien. PictoSelector is daar een heel goede tool voor. Ik denk niet dat er echt andere tools zijn. Bram laat ook nog weten, ja, dag Bram, ik had jou niet tussen de lijst gezien, dat de meldingen nog in ontwikkeling zijn. Dus dat komt er inderdaad aan dat je dus kan bij thema's kan zeggen van ik wil dit volgen. Dus dat komt nog. Anja vraagt, staat er op klassement ook een verdere keuze in plaats van Bulo en Buzo voor de verschillende types? Die is er bij mijn weten niet, maar ik hoop dat Nicolas er nog is om die vraag te beantwoorden. Nee, Nicolas is al door. Zijn kinderen is hem al door. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Er is wel natuurlijk de website Iedereen Telt Mee. En daar wordt op basis van zorgbehoeften gewerkt. Ja, dus dat is inderdaad de website die Nicolas voor zijn rekening vooral neemt. Dus die vind je bij de deelsites. Iedereen telt mee. Maar ik zal de vraag zeker nog eventjes aan Nicolas doorgeven en dan komen we daar op terug. Patrick zegt ook van wat met leerlingen die geen laptop thuis hebben. Er zijn een aantal initiatieven die daar genomen worden. Ik zou zeggen, hou het de volgende dagen in de gaten. Er is beweging in die zaken. Maar inderdaad, dat is niet zo evident om daarmee in contact te komen of contact te houden. Nog andere vragen?
Was nog een vraag van Christine, die zegt, gebruiken we best een gratis tool of kunnen we toch riskeren om de tijdelijke uit te testen om het risico te lopen dat het volgend jaar betalend wordt? Er zijn natuurlijk altijd een aantal tools die altijd gratis zullen zijn. Daarmee denk ik aan bijvoorbeeld de tools die Katrien daarnet al gezegd heeft, ook Hangouts Meet bijvoorbeeld, en Zoom bijvoorbeeld, maar die hebben natuurlijk dan beperkingen. Ik denk dat je ook wel een aantal tools kunt kiezen die bijvoorbeeld nu extra functionaliteiten tijdelijk hebben, maar later wel gratis blijven. Die zijn er ook altijd en die hebben wij ook opgelijst op klassement. Ja, klopt. Grietje zegt ook in... Zoom heeft ook een app voor mijn smartphone. Ja, inderdaad. Dus Zoom is ook perfect op smartphone te volgen. Maar ja, dat is maar één tool. Hè. Dus het is inderdaad zo. Er zijn leerlingen bij die op dit moment geen laptop ter beschikking hebben. Maar nogmaals, er zijn initiatieven op komst op dat vlak. Nog iemand? Ik doe nu met Dropbox en een eigen indeling. Ja, Dropbox zijn inderdaad mapjes die je kan maken, zoals in een Google-omgeving. Dus zeker ook een tool die nu niet in ons lijstje stond, maar zeker ook kan gebruikt worden. Gaan we dan enkel herhalingsstof evalueren op het einde van het schooljaar, is ook een vraag. Of wat dan? Ja, helaas, daar kunnen we ook geen antwoord op geven. We weten ook niet hoe dat de situatie zich verder zal zetten. Dus dat is voor ons ook een open vraag op dit moment. Ellen vraagt welke methode je best kan gebruiken voor anderstalige laaggeschoolde cursisten met geen of beperkte digitale vaardigheden. Zelf naar de website surfen is een probleem. Ja, ik denk dat je dan toch eens, zoals je URL's, zoals je Simbalo, dat is één URL. Misschien ook dat je een QR-code naar hen kunt bezorgen. Op die manier wordt er ook dikwijls heel veel gewerkt, dat je dan bijvoorbeeld een QR-code met de post bezorgt. Dus ik ga ze kunnen inscannen en op dat materiaal komen. Ik ken ook scholen die het op die manier nu doen, die het een deeltje via post versturen en een deeltje dan digitaal op die manier aanreiken. Ik zie dat Camille vraagt of dat Google Meet enkel in een G Suite-omgeving kan. En een G Suite is betalend, denkt zij, maar G Suite for Education, voor scholen, is een gratis pakket dat je kan aanvragen. Waarin dat dus ook wel de Google Meet zit. En tegenwoordig in coronatijd bestaat er een versnelde procedure om die G Suite-omgeving voor jouw school aan te vragen. Ik zal die ook eventjes delen met Camille dan. Ja. Greet vraagt ook nog, zij volgde inderdaad een andere webinar bij mij en ook via Zoom en kregen toen post-itjes. Dat kan. Dus dat zijn zaken die kunnen. Meer keuzevragen kan ook, maar dat zit dus in de extra pakket van Zoom in of van een ander webinar tool, afhankelijk van de tool dat hem aanreikt of niet. Skype of Google Meet hebben dat niet in zich. Dus dat hangt een beetje vanaf welke tool dat je gebruikt. Quizlet is inderdaad niet genoemd, Jan. Is zeker ook een optie voor talen om te bekijken. We kunnen ook niet alle tools noemen. Dat was ook niet het opzet eigenlijk. Om een hele reeks tools. Het was meer ook van wat kan niet. Maar voor taalleerkrachten is Quizlet zeker een mooie tool waarbij je start van een woordenlijst of woorden en afbeeldingen en daar maakt quizzes, invuloefeningen van, sleepoefeningen van en zo verder. Is zeker ook een heel mooie tool waar je ook een handleiding, zeker op klassement, van vindt in het dossier. En voor de laptops voor leerlingen hebben we nog even info gekregen dat digitalforyouth.be is er eentje van. Digitalforyouth met th.be. En er ook staat ook al eentje online op klassement, een project van de Corona Denktank. En als je even zoekt op elke leerling online of gewoon het zoekwoordje laptops ingeeft, dan zal je dat wel vinden. Dat zijn twee lopende projecten momenteel die gaan proberen om zoveel mogelijk laptops bij leerlingen te krijgen. En ik weet dat er uiteraard zeker nog andere initiatieven zijn die momenteel lopen. Ja. Ook laat Michael nog weten dat er voor leerkrachten autotechniek, bromfiets, parktuin en bosmachines, dat hij werkt met online platformen. We zullen ze ook meenemen in de
presentatie. Dus hij gebruikt ngk.de en hella.com daarvoor. Wat ook dikwijls ook een website is die wordt gebruikt, is VDAB EduTube voor praktijkvakken. Weet ik niet van buiten. Ja, vdabedutube.be. Bijvoorbeeld voor vrachtwagen, voor bus, voor basismechanica hebben zij heel veel filmpjes. Die staan ook op YouTube. Dus je kunt op YouTube ze ook vinden. Maar ze hebben ze hier heel mooi gerangschikt op onderwerp. Dus in dit geval heb ik gekozen voor mechanica en ben ik die keer doorgeklikt en staan alle filmpjes erop. Cijferige, toetsenbordachtige rechterkant, daar moet je geen rekening mee houden. Dat is voor internen van VDAB, dat zij daar snel hun filmpje vinden wat nodig is. Maar dus als ik hier klik op bijvoorbeeld toerentel, dan ga ik naar het filmpje en ik kan onderaan op het YouTube-logo klikken. Voilà. En ik zit op YouTube of ik zeg hier delen en ik heb de link. Maar dat is een gemakkelijkere website dan op YouTube zelf te gaan zoeken, want dat zit heel veel versnipperd. Dus dat is ook zeker nog misschien nog een tip dat we kunnen meegeven. vdabedutube.be. Voor de meer algemene en de zorg is er ook nog een website, explania.com. Sommige zijn nieuwe, sommige zijn oudere filmpjes, maar daar zit wel wat voor zorgvakken in. Niet voor informatica, want dat zijn heel oude filmpjes erop staan. Maar bijvoorbeeld als je naar leerlingen toe wilt herhalen wat een eco-check is, een mate-check is en zo verder, die staan hier ook zeker op terug. Nog eens even kijken. Er komt blijkbaar heel veel binnen. Ik wil ook nog even herhalen, Katrien, dat scholen, er staat informatie op klassement in het dossier, dat eigenlijk scholen, dat ook de Vlaamse overheid eigenlijk zowel bijvoorbeeld platformen zoals Smart School, als Microsoft, als Google eigenlijk ook wel aanraadt om of advies geeft om zeker die eens te bekijken. We kunnen natuurlijk geen bepaald merk naar voren schuiven als beste, maar we geven daar een hele lijst eigenlijk van heel goede tools die je kan gebruiken om een basis te vormen, om eigenlijk dat afstandsleren te organiseren op school. En al dan niet gratis uiteraard, de ene tool kost iets meer geld dan de andere, maar daar kan je eigenlijk altijd heel veel informatie vinden. En daar vind je ook de nodige links om het eventueel aan te vragen als je school dat nog niet moest in gebruik hebben. En dan kan je dat via je directeur of ICT-coördinator zeker geregeld krijgen. Dankjewel, Davy. Hoe kan ik mijn kinderen voorbereiden op centrale examencommissie als ze van op afstand leren? Ja, ik denk dat je aan heel veel materiaal beschikbaar is. Maar dat inderdaad is niet gebundeld. Het is niet van hier is het online materiaal voor de examencommissie. Dat helaas niet. Vicky zegt ook heel veel tools. Met welke tool raad je het meest aan om aan de slag te gaan in volwassenenopleiding tot verpleegkunde? Er zijn heel wat materialen beschikbaar. Wordt ook regelmatig nog aangevuld. Dus op klassement vind je ook een thema. Als je in het dossier gaat, en ik zal u dat hier eventjes laten zien. Dus als we starten bij het dossier wat doen als de lessen niet doorgaan, dan zit daar bij het volwassenenonderwijs afstandsleren in de zorgopleidingen. En er zitten nu momenteel 8 leermiddelen in. Dat is niet gigantisch veel. Rond geriatrie, rond welzijn, rond Parkinson en zo verder, je ziet ze staan. Maar er komen nog heel veel video's bij. Ik hoop deze week de tijd en de ruimte te hebben om die allemaal erop te zetten. Dus voor verpleegkunde, die zaken, komt zeker nog materiaal beschikbaar, waar je zeker al een vertraksituatie hebt. Als je bijvoorbeeld Smart School Live nog wat wiskundige uitleg wil geven, is er dan een eenvoudige mogelijkheid om zelf te schrijven en te tekenen op een whiteboard.
Marianne, er zijn zeker tools voor. Ik denk bijvoorbeeld aan een tool zoals Explain Everything. Of eigenlijk ook in PowerPoint kan je dat gaan doen. Er zijn heel veel tools die eigenlijk whiteboard mogelijkheden hebben. Mensen zeggen van ik was te laat, is donderdag een vervolg hierop? Je kan zeker vragen indienen voor donderdag, dus die zetten we straks terug opnieuw open. Afhankelijk van de vragen gaat dat een herhaling zijn, een vervolg zijn, daar kunnen we op dit moment nog niet op antwoorden. Het is echt wel de bedoeling om vraaggestuurd te werken en antwoorden te bieden. Dus ja, moet ik een beetje het antwoord schuldig blijven van is het effectief hetzelfde of niet? Wat ik wel mee kan geven is dat deze sessie opgenomen is en dat die binnen enkele afzienbare tijd online komt. Moet een klein beetje zien hoe dat we het managen, omdat bij ons ook iedereen op dit moment van thuis wat werkt, is het niet altijd mogelijk om de video snel online te zetten, maar we doen ons uiterste best. Voilà, Bram geeft ook een tip. Hij heeft kennisclips maken op een Windows-computer of tablet op klassement gezet. En dat kan je als whiteboard gebruiken. Dus die zullen we ook zeker nog beschikbaar stellen. Bestaat er een balpen om handig te schrijven en aantekeningen maken? Ja, Marianne, dat bestaat. Dat is er. Dat is voorhanden, dus dat kan, maar dan moet je scherm ook een touchscreen zijn, hè? Dus dan kan dat gebruikt worden. Brigitte zegt van, ik heb donderdag een vergadering, maar kan ik de PowerPoint en Q&A bekomen? We gaan dat gewoon op klassement gooien. Dus het komt allemaal online. Het zou zonde zijn dat we dit binnen een besloten groep houden. Hè? Dus ja, je gaat dat allemaal kunnen vinden. Dus ook, dat is tevens ook een antwoord op Anja. Dus sowieso sturen we straks de PowerPoint al via mail naar jullie, omdat het de snelste weg is. Maar we zetten hem ook op klassement. Dus... we geven ook al mee, stel dat je aan de slag gaat met een tool of je zegt van ja, ik zit hier met een bepaalde vraag, zowel de collega's binnen klassement als mezelf, wij zijn bereikbaar, dus je mag gerust bij ons aankloppen om je verder te helpen en we gaan dat in de mate van het mogelijke zeker zo snel mogelijk opnemen. Hè. Ja, Hilde, op jouw vraag. Je merkt dat er noten aan bijleren. Ik hoop dat de regering snel de mening herziet en enkele herhalingsoefeningen, want dat kan niet blijven duren. Ja, dat is ook voor ons een open vraag. Dat weten we ook niet wat de toekomst gaat brengen. H5P is een tool die dat kan geïnstalleerd worden op Joomla-websites, op WordPress-websites en op Moodle. Of je kan de Tolnet H5P-omgeving gebruiken. Er misschien ook wel bij zeggen, dat heb ik er juist niet gedaan, nu schiet me naar de binnen. H5P heeft de policy al wat gemaakt wordt binnen één omgeving. Dus neem nu de Tolnet-omgeving, staat ook open om te gebruiken voor anderen. Dus wat dat je daar maakt, is beschikbaar voor andere mensen. Die kunnen daar ook mee aan de slag gaan, maar kunnen het niet aanpassen uiteraard. Dat kan je alleen maar zelf. Belangrijk daarbij is, maar dat is bij elke online oefening, dat je de copyrightregels respecteert en daar ook rekening mee houdt dat je afbeeldingen gebruikt die je mag gebruiken. Van bijvoorbeeld websites zoals Pixabay of anderen. Ja. Dus ook via klassement kan je daar heel wat tips op vinden. We zullen ze ook meesturen via klassement.info/vrij. Vind je ook daar heel wat zaken rond audio, rond video, rond fotogebruik die dat je mag gebruiken, waar je zeker van bent dat het in orde is met de regels van auteursrechten. Paul laat weten dat hij een Smart School Live les heeft, dus veel succes, Paul. Ik hoop dat je er toch iets van hebt opgestoken. Er is ook een vraag naar tips om het welbevinden van leerlingen te kunnen opvolgen en ondersteunen. We hebben daar niet zo heel veel tips over, alleszins ik toch niet, maar we hebben op school deze week nu wel besloten
omdat veel leerlingen eigenlijk toch wel een beetje een vragende partij zijn om hun klasgenoten eens te zien, dat de klastitularis een live sessie via Praatbox bijvoorbeeld met de klas organiseert om elkaar toch nog eens te zien en te kunnen horen. Ik denk dat dat voor de leerlingen in deze tijden wel het welbevinden kan vooruit helpen. Ja, klopt. Brigitte heeft ook nog mee, we geven nieuwe leerstof, maar we zullen voor leerlingen die niet mee zijn herhalen wanneer de school terug open gaat. Het is de bedoeling iedereen naar hoger, hetzelfde niveau te brengen, maar je kan niet blijven herhalen. Ze geeft zelf extra live sessies met zwakkere leerlingen. Ja, als je leerlingen inderdaad bereikbaar zijn en dat je daar mee kan sessies organiseren, zeker doen zou ik zeggen. Maar helaas leert ons de voorbije week dat dat niet altijd mogelijk is of niet altijd dat elke leerling betrokken is. En Bram zegt ook, ja, er zijn heel veel motivatieartikels op klassen, dus dat is zeker ook een hele goede bron om nog een kijkje te gaan nemen. Oké, ik zie dat het ondertussen 15 uur is, dus ik ga jullie allemaal hartelijk danken om hierbij aanwezig te zijn. Ik denk dat het een mooie opkomst was. En voor diegenen die wensen, kunnen opnieuw aansluiten donderdag. En vermoedelijk gaan we ook volgende week nog een aantal van deze sessies terug opnieuw plannen.